Nou, we gaan de lucht in, hè. We gaan je doen. Nou, we gaan de tol onthullen. De eerste of de 27ste? Nou ja, allebei dat, eigenlijk. Dat weet ik niet. Voor mij de derde, ja. Maar officieel de 27ste. Ja. En het zou de eerste geweest zijn, maar corona is gekomen, dat ging niet door, maar... Het burgemeester gaat tot grote hoogte nu. Onze wereldberoemde Bollenstreek is half mei uitgebloeid en daarmee is de Bollenstreek onvindbaar geworden. En dat vonden we niet goed. We hebben daar iets op gevonden. Tijdens het gala is in aanwezigheid van de commissaris van de Koning en de burgemeester van Teylingen de eerste reuzenbol gepresenteerd. Nu kom ik even bij onze gastheer, de heer Hans Houtsoorn. Hans heeft tijdens het gala de eerste reuzenbol geadopteerd. En deze eerste reuzenbol zou ook als eerste onthuld gaan worden. Ja, dat ging niet door, hè. Corona. Maar we hebben corona overwonnen en vandaag hebben we hier, denk ik, een prachtige onthulling. Maar ik omarm het project en ik vind het geweldig dat dit gebeurt. En zo enthousiast over ziet het moois en ik vind het geweldig. Ja. En de bol, de tulpenbol, die is synoniem voor Nederland. Naast de klompen, misschien in de molens, maar... Die reuzenbollen, daar zit een heel verhaal. En via die bollen kan het verhaal van de Bollenstreek ook verteld worden. Dat vind ik het mooie. Jan roept de hele tijd, Carla, je bent inmiddels ook een soort van ambassadeur. En dat klopt, maar dat hebben jullie vooral aan jezelf te danken, Gildemeesters. 2, 1...